Thomas, het rood-witte mannen-diner. Echt een traditieavond hier op Sparta. Hoe ervaar jij dat? Het is een gezellige avond. Redelijk informeel. En ik denk dat het een mooie samenkomst is van zowel supporters als sponsoren. En mensen die voor de club werken. Dus ieder jaar wel een geslaagde avond, denk ik. Er zijn natuurlijk 1001 Spartanen hier. Wat wordt dat meestal zo aan jou gevraagd als je hier rondloopt? Ja, het gaat vooral over de komende weken. Wat er gaat gebeuren, of we er vertrouwen in hebben en hoe we het gaan doen. En dat iedereen leeft mee. En dat is mooi om te zien. En wat geef je dan als antwoord? Nou, dat we het zelf in de hand hebben. En dat we 4 spannende wedstrijden voor de boeg hebben. Die we, als we goed zijn, dat we die hopelijk gaan winnen. Een paar spelers maar vanavond. Wat heeft ertoe gebracht dat jij hier bent? Er gaat volgens mij ieder jaar een afvaardiging van de spelers die komen hierheen. Ik was dit jaar samen met Michel en David de gelukkige. Wordt natuurlijk lekker eten geserveerd. Moet je daar nog een beetje op letten richting zaterdag, dat niet te machtig is? Ja, een klein beetje. Ik eet niet alles op en ik heb thuis nog de nodige koolhydraten en eiwitten klaarstaan. Hoe is het eigenlijk met de sfeer in de groep nu? Je hebt natuurlijk een zure nederlaag gehad tegen Excelsior en nu weer opleven richting Roda. Nou, weet je wat het is? We winnen wedstrijden en we verliezen wedstrijden. En ik moet eerlijk zeggen dat we weten wat er op het spel staat. Dus de spanning is merkbaar. Maar hoe we ons naar elkaar toe gedragen en wat we doen, dat blijft eigenlijk gewoon redelijk hetzelfde met wanneer we wedstrijden winnen. En ik denk dat dat iets goeds is. Ik denk dat dat ook iets moois is. En ik hoop ook dat naar succes leidt. Dan staat Roda onder je. Is het dan gewoon vol voor de winst gaan of niet te veel weggeven? Nou, we gaan die wedstrijd denk ik gewoon spelen om te winnen. Zo spelen we iedere wedstrijd. En gaandeweg de wedstrijd zullen we zien hoe dat zal gaan uiteindelijk.